La 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 la. We hebben al eerder iets verteld over de green juice, maar hij heeft op dit moment een vernieuwd recept. En daarom willen we er nog iets over delen. Deze green juice heeft namelijk een hele hoge dosis aan vitamine B12, ijzer, magnesium, vitamine K, calcium. Oh, en vitamine C. Dus eigenlijk heel veel dingen die we net hebben genoemd, die zitten hier ook in. Dus dat gaan we nu eigenlijk uitproberen, want dan hoeven we niet al die dingetjes los te gebruiken, maar gewoon één schep green juice in de smoothie of in een glas water of in je appelsap. En dan heb je al een grote hoeveelheid van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid binnen. Ja, dit was voor mij echt een lifesaver in de eerste weken na mijn bevalling. Ik deed een theelepeltje hiervan in een glas water snel roeren. Binnen 30 seconden had ik een heel gezond drankje klaar. Nu ik wat meer tijd over heb, dan verwerk ik het graag in een lekkere smoothie of in een ontbijtje. Dus wij gaan er nu eentje samen maken. Het schijnt ook je immuunsysteem te ondersteunen en tegen vermoeidheid te helpen. Dus. Dat kokoswater ruikt echt lekker. Nou, spirulina zit er ook al in. Kurkuma. Ah, en het is ook nog een volwaardig probiotica supplement. Nou, we kunnen al die andere dingen weggooien. Dit gaat echt life changing zijn. Nou, dan is het natuurlijk lekker om er nog wat dingen overheen te strooien. Dan kan je alles gebruiken wat jij lekker vindt. Ik gebruik hier de Paleonola van Superfoodies. Het fijne van deze is dat die glutenvrij is, er zitten geen granen in. Maar toch heb je het gevoel dat je een soort van muesli aan het eten bent. Omdat er allemaal lekker zaden in zitten, noten, kokosvlokken. Oh ja, een beetje bananenpoeder. Dus dat maakt het wel alsof het lijkt dat je echt een soort van crusty aan het eten bent. Maar een granenvrij, ja. Nou, eet smaakje. Mm. Heel lekker. Het fijne is dat je dus totaal niet het idee hebt dat je al die groenten eet van die poeder. Nee, het proeft gewoon goed. Goed gekeurd. Cheers.